Ja, hallo, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag gaan we kijken naar een mob counter. Ik heb het nu ingesteld naar zombies. We hebben hier nu 29 zombies staan. We hadden het geluid, het is een stukje luid. Ik ga hem even naar beneden zetten. Zo. Je kunt het ook hierboven in beeld zien. Kun je ook zien dat het er 29 zijn. En aan de zijkant bij mobs zie je ook 29 staan. Dus ja. En als ik één keer op de knop druk, dan gaan er dus 29 bij. Dat heb ik hier zo ingesteld dat er 90 bij gaan. Maar als ik er nu nog eentje bijspan, of een paar bijspan, dan zie je dat dit iedere keer als ik er eentje span omhoog gaat. En dan als ik er eentje vermoord, zo, gaat hij naar beneden. En je kunt hem dus voor elke mob kun je hem instellen. Even kijken, ik zal nu even skeletons doen. Ik doe gewoon hier de tekst veranderen. Skeleton, zo. Dan moet ik ook even hier iets veranderen. Oeps. Het gaat meteen goed. Even kijken. Deze verander ik ook even meteen in skeleton. Kan ik dat meteen spannen? Skeleton. Zo. Blok terug plaatsen. En dan nu skeletons. Er zijn er ook weer 29. En als je er dan bij spant. Die kan je eentje spant. Komt er weer eentje bij. Je kunt voor elke entity kun je dit doen. Dan gaat hij weer af. Even kijken. Bam. Nou, dat is dat. Dan ga ik nu even laten zien. Je kunt ook voor items doen. Item. Kijk, werkt ook. Eigenlijk voor elke entity. Dus ook voor players. Dus kun je testen hoeveel players er zijn. En ik ben nu als enige de player hier. Dus ja. Je kunt het voor elke mob doen. Of voor elke entity doen. En er zijn maar twee commands. En deze command. Execute at a type equals zombie. Oftewel de entity die je wilt. En dan voor elke entity van die soort. Doet die één mob erbij. Oftewel elke zombie die er staat. Die add één mob score. Naar de scoreboard. Nu staat hij niet op skeletons. Maar in ieder geval. Die add dus één keer naar één score naar de scoreboard. Dus elke zombie doet dat. Dus dan gaan er maar het aantal zombies dat er is. Zoveel gaat erbij. En dan gelijkertijd reset hij dat. Dus dan zie je alleen dat die scoren. Dus ja, ik zal deze twee commands in de description zetten. En tot de volgende keer. Bye bye.